Hans, je bent er weer bij. Ja, gelukkig. Ja, ben je weer helemaal fit? Ja, zo goed als. Ik heb vanmorgen weer lekker op het veld kunnen staan. Dat doet je goed. Lekker weer in de buitenlucht. En uiteindelijk, het komt zomaar aanwaaien. Ja, het was wat heftig als anders. En het was voor de wedstrijd van Utrecht. En 's nachts. En uiteindelijk naar de huis wordt dat eerste hulp geweest. En ging niet weg met morfine niet en zo. Dus ik ben opgenomen en dinsdag de galblaas eruit gehaald. Kijk aan, dat is een behoorlijke ingreep geweest. En daardoor heb jij 2 wedstrijden gemist als trainer op de bank hier naast het veld. Want je lag op je eigen bank. Ja, de eerste was dat niet. Toen lag ik nog op de polykliniek en af en toe op de telefoon. Maar dat stond de kop ook helemaal niet na. En jongens, geweldig gedaan natuurlijk. Helaas wat je dan terugziet met het VAR-moment. Het moment van Darvalou dat hij hem net naschiet. Dat had wel lekker geweest als hij 3 punten had gepakt. En van de week had ik graag aan willen sluiten tegen Heerenveen, maar dat kwam even te vroeg. Hoe is dat dan? Want ik neem aan dat je die wedstrijd vanuit thuis hebt bekeken. Zie je dan andere dingen? Nee, het is meer de spanning die je niet kwijt kan. En uiteindelijk zie je wel de dingen die je op de bank ook wel ziet. En dan zit je aan iets te denken en dan zie je vanaf de kant zie je actie ondernemen. En dan Jai en Mark maken dan de beslissing om te wisselen. Nou, dat zie je dan zelf ook wel op de tv. Dan doe je zo, weet je, mooi gedaan, mannen. Ja, en dan zie je die ploeg die knokken en dan duurt die klok die duurt zo lang. En dan hoop je maar dat we dat moment over de streep kunnen trekken. En dan zie je die goal aankomen. Ja, en dan is het overleven. En dat moet ik zeggen, een groot compliment voor die gasten. Ja, niet een oortje om... Nee. Nee, weet je, ze zijn hartstikke capabel en hartstikke goed. En weet je, we zitten op één lijn daarin. Dus ze weten wel wat ze doen, lijkt mij. Vrijdag mag je weer. Heb je er zin in? Ja, ontiegelijk veel. En vandaag weer, wat ik net zei, vandaag weer voor het eerst op het veld geweest. Ja, toch even met die jongens en allemaal toch wel belangstellend van hoe is het geweest, wat is het. En dan orde van de dag staat dan weer centraal. En dan moeten we werken naar Heracles. En dat is een wedstrijd die je met elkaar heel en heel graag wil winnen. En daar gaan we ook alles aan doen. Heel veel succes. Dankjewel.